Minuut over half elf, Hilversum 2, de NOS. Populaire elektronica, stereo, zenden, ontvangen en luchtvaartinformatie. Dit is NOS Hobbyscope. Goedenavond allemaal, welkom bij deze Hobbyscope Extra die helemaal is gewijd aan de stereotest. Daarmee kunt u vrij nauwkeurig te weten komen hoe het staat met de kwaliteit van uw ontvanger, versterker en luidsprekers. Het unieke van deze test is dat u eventuele storingen en vervorming kunt horen en geen meetapparatuur nodig heeft. Voorwaarde is alleen dat een van de kanalen van de tuner of versterker kan worden uitgeschakeld. Dat kan door de balansregelaar zo te draaien dat een van de kanalen stilvalt, maar ook door een plug achter uit de versterker te trekken. Dat moet dan de plug zijn van de linker of rechter luidspreker, zodat nog maar één kanaal te horen is. Voor deze test moet u natuurlijk hebben afgestemd op de dichtstbijzijnde FM-stereozender. Als u via een centrale antenneinrichting bent aangesloten, heeft de installateur de antenne uitgericht. De AM-zenders, de middengolf dus, doen bij deze proef niet mee. Omdat we ook een aantal direct gesneden platen van zeer hoge kwaliteit zullen draaien, is het raadzaam om uw versterker vrij hard aan te zetten om een goede indruk van de geluidskwaliteit te krijgen. De meettonen daarentegen klinken nog harder. Hou dus de hand bij de volumeregelaar. Verder is het handig om de recorder thuis stand-by te hebben, omdat we straks ook het goede opnameniveau zullen uitzenden. Doet u, als u deze test opneemt, een goede bandsoort, aanbevolen door de fabrikant, in de dek of in de recorder, maar bedenk wel dat het resultaat van een opgenomen test niet maatgevend is. Een recorder weet namelijk meestal geen raad met knalharde testtonen. Waar u nog meer op moet letten, vertelt nu Willem Bos, die voor Hobbyscope de test heeft ontworpen. Ja, de test die we vanavond uitzenden is natuurlijk een relatief iets. Zo'n hi-fi installatie als u thuis heeft staan, begint bij mijn microfoon waar ik nu in spreek en eindigt bij uw oor. De Hobbyscope stereo test stelt u in staat een paar van die eigenschappen te beoordelen. Vergeet echter niet dat de totaalindruk bij muziekweergave veel belangrijker is dan een paar getallen. Hol niet direct naar de winkel als u vindt dat één of meerdere eigenschappen niet helemaal naar uw zin zijn. Een nieuwe installatie heeft namelijk hele andere nadelen. Wil die test enige waarde hebben, stem dan die ontvanger van u goed af. Heeft u een nuldoorgangsmeter, zorg dan dat de wijzer in het midden van die meter staat. Heeft u een AFC, een automatische frequentiecontrole, zet die dan aan, maar loudness, hoge tonenfilters en andere klankregelmogelijkheden moeten uit. Zet de balans en toonregeling in de middenstand. En heeft uw tuner een mono of een stereo knop, zorg dan wel dat uw tuner in stereo stand staat. Laten we beginnen met de kanaalidentificatie. Als alles bij u thuis goed is aangesloten, komt mijn stem uit de linker luidspreker, terwijl u die van Willem Bos alleen rechts hoort. Wat moet je nou doen als dat niet klopt? Nou, dat is niet zo moeilijk. Zet uw tuner of versterker even uit, trek de plugjes uit de achterkant en zet de rechter luidspreker op de plaats van de linker en omgekeerd natuurlijk. Even een kort stukje muziek, eerst links, dan rechts en dan weer links ter controle.